Elke dag verwerkt de stadsreiniging in Almere ruim 150.000 kilo afval. In de strijd om de stad schoon en leefbaar te houden trekken dagelijks tientallen vuilnismannen en vrouwen de stad in. En wij gaan met ze mee. Als ik kom en het is een rotzootje en ik ga weg en ik kijk achterom en het ziet eruit alsof er nooit wat is gebeurd. Ja, dat geeft wel een bepaalde voldoening. Moet wel binnen een bepaalde tijd natuurlijk. Als je er een paar uur voor nodig hebt, dan is het niet goed. Het moet binnen vijf minuten, zeg maar. 5 minuten, 10 minuten. Maar als je dat lukt om dat binnen 10 minuten helemaal weg te krijgen, ja, dat geeft de voldoening. Dus dat je weet niet wat je gaat aantreffen. Meestal zijn het sigarettenpeuken. Dus. Sigarettenpeuken, blikjes, servetjes, dat soort dingen. Ik vind het houdt je bezig en het geeft veel beweging. Dus het zal gezond zijn. Laat je dat blikje nou liggen? Ja, dat blikje, dat gaat verstoppen in de slang. Dat gooi ik even met de hand gewoon in. Ik kan het beter met de hand erin gooien dan dat ik een half uur moet gaan klooien om dat uit die slang te krijgen. Nou, hier ben ik al gooid. Nou, laat ik daar maar naartoe gaan. Als je smetvrees hebt, dan kun je beter iets anders gaan zoeken. Af en toe ben ik ook vrij in het weekend, af en toe. En dan kom ik hier en dan zie ik weer wat liggen en denk nee, ik pak het niet op. Vrienden worden daar helemaal gek van. Dus nee, dan laat ik het gewoon liggen. Of ik meld het even aan mijn collega's die er wel werken en dan ruimen ze het op. Dus je hebt eigenlijk altijd wel de neiging om het schoon te maken? Ja, absoluut. Thuis niet, maar op het werk wel. Hoe zit dat bij je thuis dan? Hoe schoon is jouw huis? Nou, ik woon nog thuis. Dus mijn moeder is heel erg van de schoonmaak. Mijn moeder doet het thuis en ik doe het in het centrum. Zo. We hebben er nog een collega, Hilda. En wij zijn met z'n tweeën de enige vrouw van het centrum. Lekker in de mannenwereld. Nou, je hebt de grapjes. En ik hou niet zo van nageltjes en dingen breken en wat dan ook. Dus. Nee, dat vind ik, mannenwereld vind ik echt hartstikke leuk. Dus, best wel stoer werk eigenlijk, toch? Ja, maar het is ook heel leuk werk. Ja? Het is echt heel leuk werk. Ik heb het hier heel erg naar mijn zin. Wat maakt het zo leuk voor jou? Iedere dag is niet hetzelfde. Iedere dag is wat anders. En dat maakt het gewoon heel leuk. Ik heb gezien wat er gebeurt als er bijvoorbeeld een stukje niet is schoongemaakt. Dat wordt al gauw een hele aardige troep. Het rare van dit werk is eigenlijk dat het niet opvalt als je het goed doet. Als je het goed doet, valt het niet op. Het valt pas op als je het niet hebt gedaan.